Paardeneigenaren zijn steeds meer bezig met de voeding van hun paard. En ze letten vooral op wat voor voedingsstoffen ze allemaal binnenkrijgen. Maar wat eet een paard nou eigenlijk? En degene die me er meer over kan vertellen, nou, die komt er net aan. Louis, daar ben je. Hi. Hallo. Hey, ik heb even gekeken wat paarden nou eten in de stal, maar het is toch een soort van hooi? Duits kruidenhooi. En een paard is van oorsprong een steppendier en eet gemiddeld zo op een dag tussen de 14 en 16 uur hooi. Oké, zijn er dan verschillen in? Het verschil is eigenlijk het inlandse hooi, eigenlijk het graszaadhooi, het weidehooi en natuurhooi is meerendeels bemest en het Duits kruidenhooi niet. Hoeveel eet een paard eigenlijk hiervan? Dat verschilt, heeft te maken met de grootte van een paard, maar gemiddeld eet hij tussen de 14 tot 16 kilo per dag. Doe maar. Nou, ik ga even een baaltje hooi bij de paarden brengen. Dank je wel zover. Oké, ga de gang. Zo, Gerk, ook even wat meer voor je meegenomen. Ja. Maar dat gaat wel goed, hè? Gaat er goed in? Ja, dat vind ik altijd wel lekker. Gerko, let je nou altijd op wat voor voeding je paard binnenkrijgt? Ja, voor ons is heel belangrijk voor de topsport dat het paard evenwichtige voeding krijgt. Mm-hmm. En ruwvoer is natuurlijk heel belangrijk voor ons en dat het paard voldoende ruwvoer krijgt en wat niet te veel eiwitten bevat. En hoe kies je dan je ruwvoer uit? Voor mijn paard is het belangrijk dat het hooi niet te bemest is en dat de geur en de smaak goed is voor het paard, zodat het lekkerder is ook. Nou, en lekker is het sowieso, hè? Want het gaat erin als, als koek, hè? Zal ik even helpen voeren, want volgens mij heb je nog meer honger, hè? Oeh.